Dit is een rugzak of een machet. Als we nou een dier hebben, dat in ieder geval een groot dier, die kan dit niet voor een kat gebruiken, maar voor een groot hond, die in één keer heel veel vocht kwijtgeraakt is, of bijvoorbeeld heel veel bloed, dan kan je met dit ding heel veel infuus tegelijkertijd geven. Dus dan geef je een zak water, dus dit zacht, aan een infuus. Met een normaal infuuspomp kan je dan misschien 100 of 200 ml per uur geven. Maar met dit ding kan je dus zo'n hele zak in een paar minuten er eigenlijk in duwen. En de truc is eigenlijk hetzelfde als je een machet hebt bij het bepalen van je bloeddruk. Kan je dus opvolgen dat dit ding onder druk komt te staan. Het staat maar niet erg hoog. En dan kan je dus hoe harder je oppompt, hoe sneller je die leeg duwt in de patiënt. En dat is iets wat we specifiek bij de spoed doen, omdat we vaak dieren binnenkrijgen die in één keer heel veel bloed kwijtgeraakt zijn.